met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga beginnen met zeggen, gelukkig nieuwjaar! Ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling gehad hebben. Ik ook, denk ik. Ik weet het niet, want het is nog 2019 waar ik nu zit. Maar het is bijna 2020 en dat betekent dat het tijd is voor mijn goede voornemens van 2020. Scheiding zit niet in het midden. Zien jullie dat? Het stoort me. Maakt niet uit. Nagini is er ook bij. Met de goede voornemens. Ik heb zoals gewoonlijk het boekje des boekjes. Dit. Hij is nog steeds niet vol. Ik ben nu ongeveer halverwege. Hier heb ik ieder jaar nog mijn goede voornemens opgeschreven. En dit jaar ga ik ze weer hier uit oplezen. En ik heb een hele hoop dit jaar. Ik heb best wel wat goede voornemens dit jaar. Ik kon echt een hele hoop verzinnen wat ik dit jaar wil bereiken. En misschien doe ik mezelf niet goed. Misschien leg ik de lat te hoog voor mezelf. Dat zou kunnen. Maar we gaan het zien. Als eerste doel, en dat vind ik het belangrijkste doel eigenlijk, dat is lekker doorgaan met streamen. Nou ja, dat is een goed doel. Ik denk dat dat een heel realistisch doel is. Ik vind het superleuk. Ik probeer iedere dag te streamen. Dat wil ik doorzetten in 2020. Dat ik geen baantje erbij hoef te nemen. Hopen we. En ik wil hier aan toevoegen dat ik veel extra community dingen wil doen. Ik heb dit jaar, in 2019, heb ik veel georganiseerd. Dus dagjes uit, borrels, mijn zomertour. Maar ik wil ook wat online dingen organiseren met de community. Dus misschien filmavondjes of serie kijken samen. Daar zit ik aan te denken. En ik ben heel benieuwd wat jullie vinden hiervan en wat jullie leuk vinden. Dus laat het me vooral even in de comments weten als je een goed idee hebt. Ook vind ik het heel leuk om creatieve dingen te organiseren. Of om echt even na te denken over nieuwe content op Twitch. Dus ik heb dingen zoals de Dungeon. Ik heb de Amatia Awards. De feestweken die ik iedere keer heb. Of een challenge van een paar dagen of een 24 uur stream. Maar dan creatieve dingen bedenken. Ja, creatief doen, waardoor er nieuwe dingen naar boven komen. En de sky is the limit hierin. En ik kan niet wachten wat er in 2020 gebeurt. En dat ik dit terug zit te kijken en dan denk, oh, dit jaar hebben we dit gedaan. Ik hoop echt dat dat gebeurd is in 2020. Dat gaat gebeuren in 2020. Oké, dan heb ik als tweede puntje mijn PT, personal trainer, opleiding afronden. Dat staat wel op de planning. Dat moet in 2020 gebeuren. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. En in het verlengde daarvan wil ik dus mensen online helpen met hun fitness en met voeding. En ik heb zojuist een paar dagen geleden de nieuwe serie aangekondigd die ik in 2020 ga starten. Waarbij ik mensen ga helpen met fitness, workouts, trainingen en natuurlijk heel belangrijk voeding en mental health. Mental health weet ik dit natuurlijk van. Dus nou, wat ik kan doen voor mensen online. En die serie ga ik opzetten en mijn doel is natuurlijk gewoon dat dit een succesvolle serie wordt. En dat ik heel veel mensen hiermee kan helpen. Dan heb ik nog iets. Oh ja, ik wil dit jaar, dit is een misschien best wel realistisch doel. Derde doel is dat ik naar een hardstyle/hardcore feestje wil met de Mad Squad. Dus er wordt zo vaak hardcore, terror, weet ik het allemaal, aangevraagd in mijn stream. En ik kan er wel naar luisteren en ik vind het op een feestje helemaal wel goed. Dus nou wil ik het eigenlijk dit jaar. Ik ben wel eens eerder naar een hardstyle feestje geweest. Maar ik wil dit jaar een keer naar Harmony of Hardcore met jullie. En welk feestje het gaat worden en wie er allemaal meegaat, dat gaan we vast allemaal bespreken in de Discord. Dus die kun je ook joinen als je wil. Ik ben heel benieuwd of we het dit jaar voor elkaar krijgen. Oh, en het vierde doel, dat is eigenlijk een soort ook een doel wat ik gewoon op heb geschreven. Een beetje brutaal misschien om dat zo online te zeggen. Anderen zouden het misschien een beetje verzwijgen. Maar ik zou het heel leuk vinden om weer een headset, keyboard, muis sponsor te hebben. Op dit moment heb ik die niet. En ja, dat is natuurlijk een financiële zekerheid als je een sponsor hebt. Dus daar ga ik zeker naar op zoek. Ik ga zeker de merken benaderen die ik heel leuk vind. En ik hoop ook dat zij mij al benaderen voordat ik dat heb gedaan. Dus ik hoop dat er in 2020 weer een leuke sponsor toegevoegd kan worden aan mijn stream. Dat, als ik zo in mijn boekje kijk, waren dat de stream, YouTube, Instagram gerelateerde
doelen die ik heb gesteld voor 2020. En ik kan jullie vast al vertellen dat ik geen volger goals ga zetten. In ieder geval niet voor een jaar, want ik zit er altijd naast en het doet me altijd een beetje pijn dat ik ze niet gehaald heb. Dus dit jaar ga ik het gewoon niet doen. Ik hoop dat Future Mattia hier blij mee is. Dan heb ik wat persoonlijke goals die ik wil halen in 2020. En als allereerste staat op het lijstje een huis kopen. Dit is al een beetje in werking gezet in 2019, alleen helaas hebben wij geen huis kunnen vinden die aan onze smaak voldeed en in ons budget past. En ons budget is erg laag, omdat wij allebei zelfstandig ondernemers zijn. En dat vindt de bank gewoon niet zo leuk. En we gaan proberen het in 2020 wel voor elkaar te krijgen om de bank te overtuigen dat wij wel een huis kunnen betalen. Want we kunnen ook huur betalen, dus we kunnen ook een huis betalen. Dus dat is echt een doel voor mij in 2020 om dit te halen. En ik hoop eind 2020 dat dit lukt. En als dat niet het geval is geweest, dan weet ik zeker dat er in begin 2021 een huis voor ons in. Nou heb ik het niet over een losstaande gigantische villa. Hè? Dit gaat over een rijtjeshuis wat gewoon betaalbaar is voor laag inkomen. Oké, dan heb ik als tweede punt als persoonlijke doel, zeg je dat, een privé doel of zo? Een buiten Europa op vakantie gaan. Oh ja, buiten Europa op vakantie gaan. Dat is mijn tweede privé doel. Ja, daar heb ik gewoon zin in. En ik dacht, die schrijf ik gewoon op het lijstje. Wie weet komt die uit. Zo heel erg hoog op mijn verlanglijstje staat om een keer naar Miami te gaan, Florida. De andere kant van Amerika waar ik geweest ben. Mexico staat ook op mijn verlanglijstje. Cuba, Australië, Nieuw-Zeeland. Maar dat is echt, nee, dat zit niet in het budget. Maar weet je, a girl can dream. A girl can dream. De volgende is een heel belangrijk doel. Misschien is deze wel het belangrijkste van allemaal. En dat is veel tijd doorbrengen met mijn familie. Ja, het zou zonde zijn als ik achteraf denk van, oh, had ik maar vaker. Weet je wel, dat wil ik voorkomen. En ik wil sowieso heel graag mijn neefje Flynn zien opgroeien. En eerste jaar, ja, dat wil ik echt niet missen. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Om Flynn te zien groeien. En dan als laatste, we zijn er doorheen gevlogen deze keer, is een nestje kittens met Nagini. Ja, dat zou ik zo leuk vinden. Ik weet dat Nikki hier niet op zit te wachten. Die wil geen nestje, hè, met Nagini. Jij wil wel een nestje, hè? Ja, dat zou ik super leuk vinden. Alleen in dit huis is het niet mogelijk. Dus dan moeten we wel eerst een nieuw huis hebben. En dan kunnen we pas kittens nemen. Als het Nagini gegund is natuurlijk. Maar met katten gaat het altijd wel goed. Ja, dit huis is te klein daarvoor. We hebben geen ruimte voor een nestje kittens. Maar ik hoop dus dat we volgend jaar een huis hebben waar het wel kan. Dat waren alweer mijn goede voornemens voor dit jaar. Ik heb heel veel zin in het opnemen van mijn YouTube-serie Workout with Kohout. En want zo gaat die heten. Dit weten alleen de mensen die deze video tot het einde hebben gekeken. En dan zie ik jullie heel graag bij een Workout met Kohout. En dan rust mij alleen de vraag aan jullie om een duim omhoog te doen als je mijn goede voornemens een beetje leuk vond. Laat ook jouw goede voornemens weten in de comments hier beneden. En dan ga ik ze allemaal even lezen en dan ben ik benieuwd of ze een beetje overeenkomen met mijn goede voornemens. Abonneren kun je leren, dat is namelijk op de rode knop drukken hieronder ergens. En dan staat er abonneren of subscribe. Daar klik je gewoon op en dan heb je geabonneerd op mijn kanaal. Zo makkelijk is het. Dankjewel daarvoor als je dat al gedaan hebt. En ik zie jullie graag bij een volgende video.